Het is vandaag zaterdag 26 februari. En ik zit hier niet in de kelder van de Joker, niet via Zoom. Ik zit hier in de, wat is het hier, de loft. De galerij van de Mechanic Strip. Buiten beeld zit Jens van de Mechanic Strip, nou, zo heb ik hem graag. Nog buiten beeld zit Adam, de technieker. Maar in beeld zitten Patrick Cornelis en Kim Duchateau. Heren, welkom. Dankjewel. Hallo. We zitten hier vanwege Wardane 2, de sequel. Het tweede deel van de Wardane strips. Patrick Cornelis heeft dat getekend. Kim Duchateau heeft daar een print voor gemaakt. En we hebben juist een soort livestream gedaan waarin we hebben uitgelegd wat de mensen allemaal kunnen kopen en hoe ze dat kunnen doen. Dat is te vinden op Kickstarter. Mensen kunnen op Kickstarter... zeg maar gewoon hoor. Ik vraag me af of de livestream Nee, ga maar door. Oké. Okay. Maakt niet uit toch? Hier probeer. We hebben de mensen al gezien. En dus, goed, dan heb ik een ander papier en dan gaan we eraan beginnen. Kim Duchateau heb ik gevonden op Wikipedia. Ja. Geboren in Sint-Truiden 1968. 86 is goed hoor. Nee. Zo goed zie je er niet meer uit. Nee. Is een Vlaamse striptekenaar, cartoonist, illustrator, animatiefilmtekenaar, muzikant en schrijver. Ja. Is er iets wat jij niet kunt? Of niet doet. Of niet doet. Of wel kunt. Rechte schilderij ophangen. Kan ik niet. Automechaniek kan ik niet. Ah, dat is jammer, want ik had nog een opdrachtje. Zijn bekendste figuren zijn Aldo Gonne en Esther Verkest. Ja. In 2007 heb jij de bronzen Ademar gewonnen. Ja. Gewonnen of gekregen? Hoe werkt dat? Is dat winnen of krijgen? Beide. Je wint hem en dan krijg je hem. Oh ja. Maar is dat dan met genomineerden of is dat gewoon... Ja, dan waren er drie genomineerden. En wie waren die andere twee toen? Le Kromrijke en Ila. Oh ja, dan ben je wel een duidelijke winnaar. Heel vind ik wel. Ik wil niet zeggen dat hij Ik heb niks gezegd. Maar, ja, 2007. Duidelijke winnaar. Het kwam wel als een verrassing. Ja? Ja. Nou, dat is gaaf, maar dat is wel... En betekent dat dan ook iets voor je carrière als je dat wint? Ja, dan word je dat jaar heel veel opgebeld door, wat is je politieke mening? Waarom nu ineens wel? Ja, dat was wel een grote aandachtsboost. Ja, oké. Okay. Ja. Ah, dat is gaaf. Goed, en Patrick Cornelis zit naast jou. Ja, die hebben we al... Ja, jou hebben we ook al behandeld. We hebben je al behandeld. Patrick Cornelis heeft geen Wikipedia. Nee. Nog niet. Je moet die maken. Je moet die maken. Ja, ik hoop dat ooit dat iemand dat is voor mij aanmaakt, want dat is eigenlijk de bedoeling. Ah, dat kun je niet. Voor mij had iemand die aangemaakt, maar stond vol fouten. Ah, ja. En dan heb ik die, ik kon dat aanpassen. Ah. Ja, maar je moet dat juist nog fouter. Nog fouter. Tuurlijk. Ik zit gewoon te wachten. Ik zit gewoon te wachten tot iemand mij een pagina aanmaakt. U hoort het hier het eerst, dames en heren. Maak Wikipedia aan voor Patrick Cornelis. Dus ik wist niks. Van welk jaar ben jij? Ik ben van 1975. 1975. De jongste van ons trio. Ja. Maar natuurlijk bekend van de strips Virus, Waldin. Hij heeft onlangs verboden te sterven. Een coronavirusachtige toestand. Ja. En nu Wardane. Wardane 1 is dit. Zeer coole strip in het science fiction genre. Ik heb even opgezocht op als ik het nou zou kunnen lezen zou goed zijn, hè. Dus nee, ik heb opgezocht op bol.com. Je hebt ook een Rode Ridder gemaakt, de Toverspiegel. Ja. Dat is die kunnen we nog niet flapperen, maar die hebben we wel bij. Ja. Dat is een remake van een album van de Rode Ridder wat jij gemaakt Klopt. Hebt. En dat heeft 4,1 sterren op bol.com. Op 5 hoop ik toch. Op 5. Ja. Op 5. Ik ga even twee comments voorlezen die ik grappig vond. Eén iemand zei, weinig op aan te merken, / fantasierijk. Dat is niet de meest fantasievolle review. Nee. Maar goed. Maar cool. Dat is alleen maar positief. Ja, dat is alleen maar positief. Alleen maar positief. En een andere iemand die het concept remake niet zo goed begreep. Ja. Dus die heeft... Het is een leuke strip om even mee te ontspannen. Maar ik moet je waarschuwen, als je de originele strip al hebt gelezen, dan weet je alles dat gaat gebeuren.
Wat? Nee. Snap jij niet? Ja. Oh, dat gebeurt, ja. Dat is vaak een remake zo, toch? Ja, ja, inderdaad. Als je een remake van een film kijkt, van, nou ja, ik wist alles al. Zelfde figuren. Maar, het einde is wel veranderd. Ja, het einde is wel veranderd. Dat zegt hij er niet bij, hoor. Nee. Bolkoff was misschien niet helemaal tot het einde gelezen. Misschien heeft hij het niet volledig gelezen. Het einde heb ik wel veranderd, ja. Is dat die cover met zo'n dame die aan ligt geketend? Ja, ja. Ja, en een dan draak. Dan kan ik dan weer wel. En die draak erbij. Ja, dat is een heel gaaf album. Ja, ik ben wel... Ben je altijd een goede Rode Ridder fan geweest? Ik ben daarmee opgegroeid, ja. En zeker met Karel Biddeloos, Rode Ridder. Ja. Die worden ook geherdrukt, denk ik, hè? Die zijn ze nu bezig aan... Ja. Van die integralen, hè? Ja. Ja, ik heb dat nooit gelezen. Dus ik ben niet. Nee. Ik heb er letterlijk 3 in de kast staan. Oh nee, ik had ze allemaal. Ja? Ja. Maar ik ben wel afgehaakt met het overlijden van Karel Biddeloo. Dat was voor jou de Rode Ridderman. Dan ben ik eigenlijk meer comics gericht gaan lezen. Ja. Want, dat is wel grappig. Want ik heb dus voor Wardane 1 heb ik een review van. Geekster gevonden. En dat vond ik ook... want die zegt ook... Je kunt de makers geen gebrek aan ambitie verwijten. Dit album probeert qua sfeer een wereld voor te schotelen aan de Europese lezer die je verder alleen ziet in Amerikaanse comic of film. Ik denk dat dat een perfecte beschrijving is van hetgeen wat ik doe. Ja. 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 En niet alleen bij Wardane, maar ook bij Walden en bij Virus eigenlijk ook. Ja, in mijn werk. En dat... Is ook soms een sommigen ondervinden dat als een nadeel. Ik bedoel, de typische Europese striplezer die kan daar soms nog wel eens op blokkeren op die mix. Ja. En ja, dat is wel moeilijk omdat je zit natuurlijk in een land dat meer Europees comics leest. En ik zit natuurlijk Amerikaanse comics gericht. Dus dat botst soms wel een beetje. Ik zit eigenlijk zo wat tussen de markten in. En ja, dat wordt niet door iedereen even goed... Het is natuurlijk ook zo dat het formaat is Europees. Ja. Het aantal pagina's is Europees. Maar de stijl is Amerikaans. Ja, de reden van het formaat en het aantal pagina's is omdat ik mij hier marktconform moet gedragen. Ik bedoel, die strip die moet eruit zien als de normale strip met het normale aantal pagina's, zodat hij ook een normale prijs kan hebben. Ja, ja. En ja, dat die toch op die manier wat meer mainstream is. Ja. Maar inhoudelijk leunt hij eigenlijk veel meer aan bij comics. Ja. Ja, want moet me marktconform gedragen. Dan... Ja, ik ga dat van jou ook niet zeggen. Vanavond thuis zeggen. Ja, gedraag je nou als marktconform tegen je kinderen. een van de dingen die je op Kickstarter bij kunt kopen, zijn de boekjes dat heet Movie Monsters. Dit is deel 1 wat ik vast heb. En dat is wel een comicboek formaat, hè? Ja. Dus dat, omdat dat is iets dat deel uitmaakt van de Kickstarter. Ja. Dus dat wordt eigenlijk niet los verkocht in de winkels. Nee, dat is een apart ding. Dat, wat de mensen dus alleen maar bij de Kickstarters... Ja. Kunnen krijgen. Nu, die eerste is super gaaf, dat zijn Movie Monsters. En de tweede is alleen science fiction. Science fiction, ja. En heb jij een ben jij meer een horrorman of toch ook wel een science fiction? Horror, sci-fi, de combinatie. Ja. Dus dan hebben we het over Alien, waar hebben we het dan over? Ja, daar hebben we het inderdaad over Alien, Predator. De film waar we het daarnet over gehad hebben, Deep Rising. Ja, Deep Rising, ja. Met, ja... Dus, want die staat ook op de voorkant van het... De film Event Horizon, ik weet niet of dat heet. Dat is een schitterende film. Paul Anderson. Dat is horror sci-fi. Dus dat vind ik, die combinatie dat vind ik het best. En dat teken ik dus ook zelf. Ja. Want Wardane is ook ergens horror sci-fi. Dat was eigenlijk ook mijn een vraag. Mijn virus was ook horror sci-fi. Dus dat ook sci-fi. Ja, daar zat een sci-fi element maar in. Maar dat was meer... De nadruk op horror. Ja, veel mensen zagen dat als een zombieboek, maar dat was wel meer dan alleen een zombieboek. Het was wel meer dan dat, ja. Want pas je tegenstijl ook aan als het meer fantasy is, of meer sci-fi, of meer... Nee, ik zou niet weten waarom. Nou ja, nee. Nee. Gewoon een slechte vraag van mij. Hè? Het zou kunnen, toch? We hebben ook Marc Legendre, dus is de schrijver van het ding. Ja. Hoe heb jij die benaderd? Ik heb die een aantal jaar geleden
gezien toen ik naast Kim Duchateau ons signeren was. Dat je niet meer wist. Ja. Dus dat was eigenlijk al een grappige anekdote. Dus de tafel stond er daar nog niet. Dat was mijn eerste keer op de boekenbeurs. En dus ik was daar als eerste, want ja, ik was heel eager, enthousiast. Ja. En dus de mensen begonnen dan de tafels te zetten. En er stond dus al een rij mensen te wachten. Dus die stond er toevallig waar ik mee ging zitten. Ja. En dan zetten ze dus de naamkaartjes op de tafel. En Patrick Cornelis, Kim Duchateau. En die rij die ging zo niet eens. en ik zat er zo van, oké. Sorry. Maar er zat nog niemand, dus hij was te laat. Ik ben altijd te laat. Dus die mensen... Ja, je dus was ik, vandaag ook te laat. Dus ja. Ik zat dus aan mijn tafel, klaar met mijn boeken. En daar zat niemand, maar die rij stond dus daar. Klaar voor Kim Duchateau. Klaar voor Kim, ja. Excuus. Ja. Ik kon er niet aan doen. En dus dan heb je een hoop mensen teleurgesteld, weet je. Nee, want hij was er dus wel. Oh, je bent wel opgedaan. Ja, ja. Oh ja, ja. Kom wel, maar... En daar heb ik dus ook Mark ontmoet, de eerste keer. Toen heb ik hem niks gevraagd, maar dat was wel een goed contact. En dan heb ik hem nadien een mail gestuurd. Van kijk, zie jij dat zitten om mij... om voor mij een scenario te schrijven. Ja. En hij zei direct ja. Mark is nogal iemand die graag nieuwe dingen uitprobeert. En hij heeft nog nooit naar sci-fi geschreven. En je ziet ook wel, in die eerste Wardane, is het meer mysterieuze sci-fi. Ja. Dus die actiescènes die erin zitten, die heb ik samen met hem erin gestoken. Ah, ja. Er zat wat te weinig actie in. Dus dat hebben we samen zo wat... wat overlopen. Maar dat tweede verhaal dat opnieuw geschreven heeft, dat staat bol van gevechten en sci-fi. Dus hij heeft de smaak te pakken gekregen. Ja, dat ik denk, Mark, hoe komt het gedaan? Ja, dat ik denk van, ja, dat hem eigenlijk een volledige wereld heeft gecreëerd met allemaal monsters en dingen. Ik denk, ja, dat is echt wel graaf om te tekenen. Dus hij is losgegaan eigenlijk. Ik denk dat hij hem echt volledig gesmeten in dat tweede deel. Zalig. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ik ervan ga maken en wat mensen ervan gaan vinden. Eigenlijk. Ja. Voor de audio gaan we nu ook eventjes luisteren naar de introductie van Mark. Omdat ja, de mensen die al aan het kijken zijn, hebben dat natuurlijk al gezien. Maar de mensen die naar de podcast luisteren niet. Dus dat gaan we nu ook even beluisteren. Adam? Ja. Ja, hallo iedereen. Ik ben Mark Legendren en ik woon al een tiental jaar op El Hierro. Dat is het kleinste eiland van de Canarische archipel. Internet werkt hier maar half zijn gat, of niet. Vandaar dat we zullen proberen om op deze manier toch iets bij te dragen aan deze middag. Ik vind het zelf nou niet de meest sympathieke weg. Maar ja, we kunnen niet kiezen. Een kleine dienst over 5 minuten. Ja, we zijn... Dus Mark Legendren, voor de mensen die het niet weten... natuurlijk schrijver van Amoras, de Suske en Wiske reeks. Rode Ridder heeft hij ook veel geschreven, Patrick. Is hij nog aan het schrijven? Nog aan het schrijven. Ja. Maar vooral bekend van Bibel. Nou ja, vooral bij mij bekend. Van Bibel. Bij mij ook, ik heb het ook allemaal. Ja, jaren 80. Ja. Dus hij was Ikke eigenlijk. Dus de Ikke was de tekenaar en schrijver van. Maar, en ik heb deze om te flapperen bij, maar ook omdat hij daar in fucking 1989. Een tekening ingemaakt heeft waarop staat: beste fokken, dit album is vanaf nu onbetaalbaar. Dat is classic Mark. Ja. Dat is echt heel funny. En dat is ook een heel leuk personage, Bibel. Ik vind dat... Ik heb daar enorm mee gelachen. Maar daar doet hij niks meer mee. Ik heb hem dan gevraagd van waarom startte dat niet opnieuw op. En hij zegt, ja nee, dat is gedaan, dat is afgehandeld voor mij. Ah ja. Want in principe zou ik een Bibelprint gemaakt hebben. Ja. Maar, ja, toen we al brainstormen waren, hadden we het erover. Hè? Van misschien kan er iets van Bibel gedaan worden. Maar ik voelde direct aan hem, dat was eigenlijk niet met zijn volle goesting. En ik kreeg zoiets van, ja, oké, dan gaan we iets maken dat toch niet echt iedereen, waar niemand echt mee content is. Dus dat we dat maar laten rusten. Nee, als je dat niet leuk vindt, moet je dat niet doen. Hè? Ja. Dat is hetzelfde bij mij. Allee, mijn virus, dat is ook een afgehandeld verhaal. Ja. Er zijn mensen die ook vragen van, ja, gaat er dan nu iets terug? Nee, bij mij is dat ook afgehandeld. Ja. Dus dat is, ik ben daar... nog altijd content van, maar dat is gedaan, dat is afgehandeld. En dat is voor hem is Bibel dat... Is dat ja, is dat een, is klaar. Een hoofdstuk en, dat afgesloten is voor hem, ja. Ja, spijtig, want het is toch een hele leuke... Niet dat hij er niet trots op is, maar dat is gedaan. Dus hij is nu met andere dingen bezig en hij wil er eigenlijk niet, niet op terugkomen. Maar dat is ook funny getekend. En wat tekenen, doet hij dat dan nog veel? Nee, maar
de scenarist die kan tekenen, die heeft wel een heel groot voordeel. Want die kan echt wel, als de tekenaar waar hij mee samenwerkt blok zit of niet begrijpt wat hij schrijft, kan hem wel een schets maken of zeggen van kijk, kan ik zie het zo. Laten zien of hij denkt ook visueel. Dat heeft hij bij mij niet moeten doen, maar dat is wel een collage van een pagina dat hij zegt van ja, dus dat personage dat moet hier toch beter. Ja. Dus op die manier denkt hij dan wel mee. Ja. We hebben hem nog een vraag gesteld. Hopelijk heeft Adam die, want dat is al een beetje random. In de strip Virus leek het hoofdpersonage op tekenaar Patrick Cornelis. Schrijf jij soms ook personages in je verhalen die op jou lijken of verwijzingen naar vrienden en familie? Dat hebben we hem gevraagd en daar heeft hij daar dit op geantwoord. Bibel stond er bolvel van en in de verse vis spelen de Charles en ik de hoofdrol, dus ja... Ik doe dat, maar anders dan Patrick, denk ik. Wij nemen onszelf namelijk hoegenaamd niet zo serieus. Integendeel, hoe belachelijker we in de strip rondlopen, hoe beter we het vinden. Wij zien onszelf dan ook niet als helden of als mensen die in de strip rondlopen om dingen recht te zetten of om mensen te redden of zo. Het is meer... Ik gebruik mezelf, mijn vrienden en familie en collega's, in het geval van de Charles dan, om dingen te relativeren. Ik vind dat heel belangrijk, dat je met je eigen kunt lachen. Ik vind dat vandaag veel te weinig gebeurt en we zien tot wat dat leidt, dat iedereen zichzelf ofwel een slachtoffer voelt of aangevallen of... Niet goed behandeld, te kort gedaan. Man. Lach eens met je eigen, zei ons moeder. Dan moet het ander het niet doen. Hè. Voilà, zelfrelativering. Ja. Want ja, inderdaad. Patrick, in Virus ben jij eigenlijk het hoofdpersonage. Maar dat was toch ook een beetje om te lachen, toch? Ja, Mark alludeerde hier een beetje dat ik mijn eigen dan tussen u neem door eigenlijk de superheld uit te hangen. Maar ik vind dat eigenlijk juist het niet. Moest ik nu zo een belerende vinger hebben, en dat was dat anders geweest. Maar ja, Virus, dat is een horror sci-fi. Ik bedoel, ik speel daar de held met superpowers. Ik bedoel... Dat is totaal van de pot gerukt, dat kan niet. Ja, dus ik geloof het wel, toch? Ja. Een hero met superpowers? Ja. Hij is straks thuis. En, voor mij was dat gewoon op dat moment een gemakkelijkheid. Ik was nog niet... ik voelde mij nog niet... goed genoeg om een totaal nieuw personage te bedenken. Dus ik denk, ik probeer mij. Je hebt het op jezelf... En, dus omdat ik dan mijn eigen in de spiegel kon zetten en zeggen van, kijk... Zo moet ik bewegen, zo kan ik het weergeven. Dat was eigenlijk de hoofdreden om het te doen. Ja. En niet om, Hey Kim, ik neem aan dat jij jezelf ook wel relativeert. Steek jij jezelf soms in de strips? Zelden. Niet? Ja, ik zie mezelf niet graag. Ik bedoel, kent je dat gevoel van dat je jezelf op film ziet? Of hoor, denkt van, nee... Ik kan zelfs niet naar mezelf luisteren. Ik vind dat een verschrikkelijke stem. Ja, dat is dan moet je zeker geen podcast beginnen. Dat is echt het slechtste wat je hebt. Ja, dat kan ik me inbeelden. Maar ik heb dat met teken, als ik mezelf teken. Maar en vrienden en familie? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Maar ik ben wel al lang aan het spelen met met iets autobiografisch. Ja? Ja. Maar ik weet niet, ik denk dat ik dat met vol te veel onzin ga steken. Ja, maar dat wacht toch? Je moet dat maar zelf doen. Dat zo niemand meer weet, wat is nu echt en wat niet. Dat zou ik eigenlijk wel willen. Ja, maar dat is toch niet, dat kan toch? Ja, maar ik moet er allemaal de tijd voor hebben. Hè? Ja, dat is een ander verhaal. Zoveel ideeën. Ja, ik ken het. En dat je denkt van, dat gaat al niet meer. Nee. Daar gaan we al drie jaar mee kwijt. Want ik heb ook een scenario van Marc Legendre. Ik had ooit een geweldig idee. Wat, welk idee? Een over een koppel dat wil een reclamebureau voor seriemoordenaars uitbaten. Ze van, je doet het niet goed, je legt er niet genoeg dingen in. En dan ga je gaan opleiden van, je kan mensen mooi, maar je kan het heel creepy maken. Ja. En dat is een reclamebureau om het creep nog extra creepy te maken. En ik dacht van, maar ik maak meestal kort verhalen of grappen per pagina. Dus ik dacht, ik
Ik weet niet hoe ik daarmee aan moet beginnen, aan zo'n opbouw van een lang verhaal. En toen dacht ik ook, Marc Legendre. En die heeft dat aangepakt. En die heeft dat aangeleverd? Ja, ja. En maar je hebt het nog niet getekend? Nee, maar toen... Nee. Nee, omdat er iets tussen kwam. Een boek met mijn vader. Ah ja. En mijn vader is dat al... Is... Dat is 83, dus ik dacht, ja, ik moet niet eerst... Dat is dit jaar uitgekomen, hè? Dat is Du Château. Ik dacht, daar moet ik, dat moet ik voor opnemen. Want mijn vader is 83, dus ik ga niet zeggen, binnen 5 jaar doen we dat. Ja, maar dat was wel grappig, want ik had hier inderdaad ook opstaan van... zou je zelf nooit een volledig verhaal willen maken? Ja, dus. Wil ik graag. Het scenario ligt ook al klaar. Ja. Maar we moeten gewoon nog even... We moeten gewoon aan beginnen. Ja. Nu, we hebben dat daar vorige keer ook over gehad, maar met Hanko Kok heb je dat ook wel al gedaan, hè? Ja, maar daar had Hanko het scenario. Daar had Hanko het scenario. Maar ik heb wel onlangs voor Mark Sleen, voor Dirk Stallaert, ter ere van Mark Sleen, die 100 jaar dood is, dit jaar, een lang verhaal geschreven van dit 60 jaar, vorig jaar? 20? Dit jaar. 22. 100 jaar dood? Nee, 100 jaar. Zo 100 jaar geworden. Hij zou 100 jaar geworden zijn. 100 jaar dood, dan zou hij... denken van... zombie. 1922 gestorven. Nee, ja. Maar... Ja, daar heb ik een lang scenario voor geschreven, dat Dirk Stallaert uittekende. Dat was ook de eerste keer dat ik dat deed. Ah, ja. 60 pagina's dan nog. Ja. Dat was, maar dat ging wel. Omdat Nero is niet zo moeilijk om een scenario voor te bedenken dat wij nooit met flashbacks en... Flash forward, zegt gewoon rechtdoor. Ja, dat heeft een startpunt en een eindpunt en je gaat gewoon van A naar B. Maar dat is eigenlijk zijn kindje. Van, begin daar en dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. Dus dat is, Alright. En zo, en bijvoorbeeld met een bestaand personage zo Astrid Verkest, een lang verhaal. Ik zat gewoon een soort Barbarella te denken. Ja, of zo. Heb ik ook al aan gedacht. Maar nogmaals, tijd. En dan kan Patrick een cover daarvoor maken en zo is de cirkel rond. Want Patrick zou ook wel weer strips maken, daar ben ik niet echt rijk van. Nee. Ja, dat is de reden waarom ik Kickstart. Hè? Ja, tuurlijk. Maar dat vroeger had je voorpublicaties. Hè? Vroeger had je... Ja, zo tijdschriften waar het... Ja. De voorpublicaties die er nu nog zijn, dat is eigenlijk veelal de cartoonisten die nog in de kranten of magazines komen. Maar strips niet meer. De gewone strips. Er is nu wel onlangs een nieuw stripmagazine. Is dat iets Max? Maxix. Voor de rest is er eigenlijk heel weinig nog voor publicatie. Dus. Nee, ik had het er met Frodo de Dekker. Had ik het erover. Die wordt gepubliceerd in Apple. En daar heeft hij een chance mee. Want zoveel is er. Dat is het ene. Maar die zijn dus ook gewoon begonnen op Facebook. Hè? Ja. Maar dat is dan blijkbaar zo populair geworden dat dan opgepikt is door een magazine en die dat dan wel publiceren. Dan hebben ze dat moeten opkuisen. Hè. Dus dat wordt nu beter getekend dan als het begin was. Ja. Maar inderdaad, die opbrengen doet dat ook niet. Voor nee, maar dan nog, krijgt heel weinig voor een pagina. Het werkt niet waar. Nee. Dus je moet eigenlijk al bijna dat daar publiceren en daar en dan samentellen. Ja, dan denk dat je opgeteld... Ja, dan heb ik toch €350 voor een pagina. Ja. Ook al niet veel is. Dat hangt natuurlijk vanaf hoe lang je erover doet. Ja. Langer dan €350. Dat is toch keiveel werk, toch? Ja, dus het is enorm veel werk. Wacht, we hebben nog wel, dat is ook wel een goede aanleiding om er verder te lullen. We hebben nog een vraag gesteld over wat zijn favoriete science fiction, wat Marc Legendre zijn favoriete science fiction film, science fiction strip is. En daar zegt hij dit op. Mijn favoriete science fiction film, ik weet dat eigenlijk niet, want... De grote kaskrakers bijvoorbeeld, die heb ik niet gezien. Star Wars, Dune, die nu nog niet zo lang geleden in de zalen kwam. Dat heeft ook weer niks te maken met dat ik dat niet goed vind. Want ik heb het niet gezien, dus ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Maar er is zoveel te zien dat je... Ik kom dan waarschijnlijk toevallig altijd bij andere dingen terecht. Ik heb wel zo een paar van die titels die mij zijn bijgebleven, die ik wel gezien heb en die ik eigenlijk wel fantastisch vond. Het eerste deel van The Matrix, het eerste deel van Alien, Stalker van Tarkovsky, De Rood van John Hillcoat. Dat zijn zo de titels die mij wat direct te binnen schieten. Dat is zoals, als je The Matrix niet meetelt, is dat meestal toch niet echt... De actiefilm. En dat heeft ook weer niks te maken met dat ik daarop neerkijk of zo. Maar als ik nu zelf, wat ik bijvoorbeeld fantastisch zou vinden, is een strip.
zelf kunnen schrijven over twee mensen die in een lift stappen en die lift die loopt vast tussen twee verdiepingen en dan zien we dat er gebeurt. Of mensen die in een zeilboot een wereldreis willen maken en die een zeilboot zinkt en die komen in zo'n opblaasvlot terecht en dan, ja, daar zitten die dan te wachten. Ik vind dat, het moet niet veel volk hebben en er moet niet veel gebeuren, want dan gebeuren er eigenlijk de meeste dingen. Hè. Een gevecht en dan zeker als er helden bij betrokken zijn, ieder gevecht weten dan ook voorraad al. Ja, ja, het is het begin van de film, dus dat zal zeker winnen, hè, want anders is de film gedaan. Terwijl dat je zo van die psychologische oorlogvoering en die, hoe dat mensen elkaar de duivel kunnen aandoen, maar dan niet met daden, niet fysiek, maar psychisch, ja, dat vind ik heel straf. Dus ik kom dan altijd zo wat meer in dat genre terecht, denk ik. Ja, mijn favoriete science fiction strip is, denk ik, Valérian et Laureline van Jean-Claude Mézières. Ik heb dat gelezen als, ja, als puber zeker nog. En ik ben er altijd heel erg fan van gebleven. Ook heel die wereld die die mens opriep en wat dat er allemaal bij kwam kijken. Want dat is ook heel psychologisch. Dat is niet alleen maar ruimtetuigen die van links naar rechts vliegen en oorlogen tussen werelden en zo. Dat gaat eigenlijk veel verder en veel dieper. Ik vond dat echt heel, heel tof. Ik vind dat een hele straffe gast, Mézières. Voilà, ja, we waren hier eventjes al, terwijl jullie daarna luisteren waren wij bezig over hoe het film of een stripverhaal in een lift eruit zou zien. Dat is heel lastig tekenen, denk ik. Ik denk dat dat alleen maar zou kunnen werken in een kort verhaaltje. Ja, ja. Zo gelijk mijn huiveringen. Ja. Dat zijn kort verhaaltjes van 10, 12 pagina's. Daar zouden we er nog mee weg kunnen, denk ik. Ja. Omdat je dan... misschien een beetje voor geschiedenis, voordat ze in die lift kunnen, ja, dat je daar een beetje op werkt. Dus dat zal misschien nog lukken, maar in een film kun je veel meer sfeer kunnen werken op beeld, ja, en geluid. Ja, en wat ik net ook zei, je kunt het ritme bepalen. Maar als... Ja, en ook het intonatie van, ja, en het karakter van de acteurs. Hè. Ja. Dus dat moet je ook allemaal verzinnen als je een strip leest. Hè. Ja, klopt. Dat is natuurlijk toch... Ik bedoel, veel mensen denken dat strips lezen... Je moet daar toch ook je fantasie bij gebruiken. Ja, je moet daarin willen meegaan. Hè? Ja. Ja. Ja, maar ik vertel dat hij Star Wars en zo allemaal niet gezien heeft. Hoe zit het bij jullie? Ik heb Star Wars gezien, ja. Ben je ook fan of vind je dat gewoon oké? Okay? Ik vind dat gewoon oké. Okay. Ik ben veel meer fan van het Star Trek-universum, ah, ja, en Stargate-universum. Ik vind Babylon 5 enorm goed. Babylon 5 vind ik ook echt heel goed. Dus daar is het meer mee te doen. Maar dus minder de actie en meer de psychologie achter. Want dat zijn, ja, bij die reeksen wel... Ja, ja, ja. Maar Babylon 5 is toch ook... Ja, ja, dat vind ik toch... Dat gaat over een soort ambassade, ja, in space. Er is ook heel veel politiek mee. Ja, voilà. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. En jij, Kim? Ik heb Star Trek. Ik hou van science fiction, maar ben geen kenner. Nee, je kijkt zo angstig naar mij dat je gaat overhoren. Ja, dat gaat niet gebeuren, dat hoor. Nee, ik heb dat gezien toen dat uitkwam, want toen was ik 8. Ja, of en daarna nooit meer. Nooit. Nee. Ja, okay, ja. En dat maakte wel indruk. Maar ja, ik merkte dat mijn vrienden die naast me zaten veel meer... Ja. Dat heeft hij je leven bepaald, zoals bij sommige mensen. Nee, die begon met, wow, die, hoe heet die? Sorry, die grote olifant, die mechanische olifanten op. Atat. Ja. Mechanische olifant. Ja, dan gingen ze namaken en ik, ja, dacht, oh, ja, mooi. Maar ik ben meer voor Alien dan. Ja, ja. Ik ben een horror fan. De horror sci-fi. Ja, de horror in het algemeen, of dat nu sci-fi is, of funny games. Heel een, ja, ja. Als het maar is. Dan. Ja, maar, ja. Horror sci-fi, dat is volgens, ja, mij het beste. Dat is iets wat jullie echt, ja, wel... Volgens mij het beste, ja, recept. Ja, ja. En wat is dan de beste horror sci-fi film? Dat ik moet dinsdag met die mannen van Klokslag 12 iets verdedigen. Wat zou volgens jullie de beste horror sci-fi film zijn? Ik heb hem al genoemd, Event Horizon vind ik. Event Horizon, ja, die heb ik nog niet gezien. Vind ik ja, dat is heel, zeer goed. Maar ik kom echt creepy. Ja, voor mij is dat The Thing.
Die, omdat hij echt... Omdat hij echt... Dat is voor mij echt een van de engste films ooit gemaakt. Ja, dat is... Dat staat in mijn top 10, hè. Ja, dat is ook zo, ja. Maar ik wist niet dat onder sci-fi viel. Ja, nou ja, het is wel een alien. Ja. In jouw leven is dat gewoon... Nee, ik dacht, ja, dat is Antarctica, ja. Daar kan van alles aan geweest. Ja, dat kan... Maar Event Horizon is ook meer psychologie, zit wat psychologie in. Ja. Dat ding is gewoon compleet goor. Nee, dat is ook wel psychologie, vind ik. Dat is namelijk wie, ja. Wie is er besmet? Wie maar elkaar niet vertrouwen. Maar dat, dat vind ik echt... Dat is echt een vieze film. Ja, die scènes blijf je bij, maar als je hem terugziet, daar realiseer je ook hoeveel onderhuidse spanning en onderhuidse psychologie er is. Niet alleen dat. Nee, dat ja. Want ja, als je hem herinnert, dan denk je, ja, buik open en de gewoon... spinnenpoot uit de hoofd. Ja, wat is dat er allemaal? En die honden. Die honden ja, die honden, ja. Onwaarschijnlijk. Dat is echt en dan zo... die borstkas die opgegroeid Maar als je hem terugziet en ze moeten zo elkaar testen met dat bloed en zo. Ja, dat is wel een heel spannende scène. Ja, dat is waar. Dat ze allemaal vastgebonden zitten op die stoelen. Ja, geweldig. Dat is echt, ja. Super. Ik vind ook, ja, dus horror sci-fi, dat vinden we hier. Okay, daar zijn we voor. Even zien, wat had ik nog gevraagd? Wardane, het personage van de strip, is een cagefighter. Of een ex-cagefighter eigenlijk. En de vraag was of Mark ook naar cagefighting of zo gekeken had. Of dat hij zich daar iets van kent of iets van sport. En daar was zijn antwoord heel duidelijk op. Ik moet laag komen, denk ik. Nee, ik heb nooit naar cagefighting gezien. Maar ik kijk ook niet naar andere sporten. Dus het heeft zeker niks met smaak of zo te maken. Nee, ik ben gewoon zo geen sportkijker. Ik ben eigenlijk algemeen ook geen tv-kijker. Ja, nee. Voilà, geen liefhebber. Jij, zijn jullie... Ik heb er totaal niks mee. Niks? Nee. Liefhebber van wat? Van cagefighting, UFC... Nee. Het enige wat ik vroeger nog gekeken heb, dat is de WWF, de World Wrestling Federation. Ja. Met Jake the Snake en dan Hulk Hogan allemaal. Die mannen. Die ken ik ook nog. Dat vond ik wel tof. Maar ja, op een gegeven moment heb ik daar ook die rol gelost. En... Maar dat is ook een beetje stripboeken live, hè? Dat is ook heel, ja, dat heeft dat een is, heel... dat is gewoon zo fake als dat. Ja, zo fake. Ik zal het zeggen, die mannen die zien echt wel af, hè? Want ja, die kunnen wel iets. Die mat geklopt worden, dat zal wel zeer doen. Ja. Ik bedoel, dat is allemaal geanceneerd, er is niks... Die zijn niet echt kwaad. Net vechten doet ook pijn. Ja, voilà. Dus, het personage Warden is een cagefighter. Heb je je daar dan wel ingeleefd? Of heb je gewoon gezegd, nee, dat is die en ik teken hem zo? En, nee, het enige wat allez. Well, het karakter van een cagefighter, denk ik dat echt wel... Dat zijn redelijke machos, denk ik. Dus die zijn gespierd, dus die moeten toch wel een zekere alpha-male gehalte hebben. Ja. En dat zit in Wardane. En ik denk niet dat er meer uit moet gehaald worden dan dat. Ik heb wel een tijd... Ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook geen liefhebber. Ik kijk niet naar sport. En dat boeit me allemaal niet. Maar ik heb wel een tijdje UFC, dus Ultimate Fighting Championship, heb ik gevolgd. Omdat die hebben mij erin geluisterd via een soort reality soap. Dus die hadden een Big Brother huis waar ze 12 nieuwe mensen insteken. En die moeten dan tegen elkaar vechten. En als je verloren bent, dan flik je eruit dat huis. Dus die hadden een Big Brother variant gemaakt. En dat heette de Ultimate Fighter of Championship of whatever. En dan leer je ook die mensen kennen en dan kijk je eigenlijk naar Big Brother en aan het einde vechten ze ook. Dus in plaats van dat ze weggestemd worden, moesten ze tegen elkaar vechten. En zo ben ik daar wel een tijdje heb ik dat allemaal gevolgd. En dan heb ik een aantal van die gasten die daar toen in zaten, spelen nu ook in van die foute Steve Seagal-achtige films mee. Zo Randy Couture en zo, dat soort mannen. In de laatste dingen zit er ook een, die Canadees, weet je niet. Nou, maakt niet uit. In ieder geval... Dus... Nee, ik denk dat het ook een speciaal karakter moet hebben, want die mannen die leren elkaar kennen. Ja. En op een gegeven moment van, oké, nou gaan we echt op elkaar... Het zijn soms vrienden. Ja, en nog ook al gewoon kapot kloppen. Ja. Hè? Ik bedoel, tot bloedens toe, hè? Ja, ja, ja. Dat je denkt van, maar hoe? En dan, dus ook, moeten echt en dan elkaar kloppen. Toch daarna ook, dat ook kunnen scheiden. Ja, goed gevochten, man. Hè? Ja, goed gedaan, wel dan. We zijn allebei bot en blauw, ideaal. Dat is toch dat zou niet voor mij zijn, zoiets. Nee.
Nee, hey. Breek uw hand kunnen betekenen. Ja. Zo, doen ze dat zo niet op de tafel je, kloppen of stoppen? Ja, ja, dat is afkloppen als ze als in de houtgreep liggen. Want dat is natuurlijk ook heel veel die cagefighters die... iedereen denkt altijd dat als je goed kunt jiu-jitsu doen, dan, en die anderen niet, dan kun je hem... Dus dat is een beetje een soort homoerotische toestanden worstelen op de grond. Maar dat zijn wel, dat is het gevaarlijkste. En dat is ook, dat vergt ook wel een bepaalde intelligentie. Ja. Dat is echt een soort schaken met je lichaam. Dus ja. Als ik mijn hand daar, dat is een beetje twister. En aan het einde is er iemand buiten Westen. Twister. Dus, maar dat is ook ongelooflijk, ja. Dat kan ongelooflijk brutaal zijn. Ik heb ja. Al van die filmpjes dan zien passeren. Dat hem zo, dat is dan gebaseerd op zo'n ene kick. Dat, ja. Dat die gaan KO. Maar die valt dan op de grond. En die andere die springt erop en die begint op die gezicht te matsen. Die wil gewoon zorgen, zorgen dat hij niet recht komt. Hij is al KO. Maar die blijven gewoon motten totdat die scheidsrechter die er dan aftrekt. Het is altijd goed als als hij dan ook twijfelt of de scheidsrechter ook een pak te geven. Dat is altijd, ja. Goed. Dat is altijd goed. Ja. Alright, goed. Tot zover de UFC. We hebben nog één vraag voor Mark. Die vraag wordt pijnlijk actueel, Wardane speelt zich natuurlijk af in een post-apocalyptische wereld. De zeeën zijn uitgedroogd de vraag was over zijn wereldbeeld. Heb je een donker wereldbeeld? Loopt het slecht af met de wereld? En daar zegt hij dit op. Wie dat al eens op sociale media actief is, weet het antwoord. Hè. Ik ben er weggegaan. Omdat ik er niet tegen kon. Als je op Facebook reacties van mensen leest, of wat dat ze vinden dat ze onder de aandacht moeten brengen, ja, ik denk dat je dan niet met een heel positief mensbeeld achterblijft. Ik was enkele jaren geleden op een benefietconcert voor een of ander goed doel in Gent. Je kent dat positieve vibes in de zaal, niet te geloven. Iedereen ging de wereld verbeteren. Love is in the air. En je moest na afloop eens op de parking gaan kijken. Overal aan brast tussen de mensen die als eerste van die parking wilden en niemand wilde voorlaten. Ach ja. Ik wil niet te negatief klinken, maar we zullen wel zien. Voilà. Ja. Ja, ik treed hem daar volledig in bij, want de vraag is mij ook gesteld toen dan ik aan het virus bezig was. Ja. Dat is eigenlijk van, ja, als het nu de maatschappij een beetje ineenstort, en wat denkt je dan dat er gaat gebeuren? Ik zeg, ja, dat is gewoon degene die het luidst roepen en degene die de agressiefste, ja. Die gaan het overnemen en de brave, die het goed menen, ja, die gaan gewoon pijgen. Ja. De wet van de sterkste, zo wou het zijn. Ja, ik heb er ook een beetje schrik voor. Het zou leuk zijn als het niet zo is, maar ik heb er ook wel heel wat schrik voor. En dat wereldbeeld, dat komt ook wel terug in jullie, in de strips ook, hè? Ja, ja. Ja, ja, dat is ook iets waar veel mensen zich kunnen vinden, denk ik. Ja, ja. Omdat, bedoel, iedereen maakt van alles mee, hè. Bedoel, ja. Ja, er zijn veel goede dingen, er zijn veel goede mensen die het goed bedoelen, maar ja, zo'n een feit, een negatief feit, dat gaat altijd veel meer aandacht krijgen van de media, van, ja, en dat gaat ook veel meer impact, ja, hebben op iemand. Klopt. En ja, als je daar dan over schrijft of tekent, ja, dat willen mensen wel lezen. Hè. Hoe zit dat bij jouw wereldbeeld, Kim? Niet al te best. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal naar de haaien gaan. Ja? Ja. En zo met de wereldnieuws wat er nu gaande is met Rusland en Oekraïne binnenvalt. En ja, al die typisch mens. Ja, typisch zo mens. Ego, is dat, ego. Ja? Ja, ik denk echt dat we, of hoe we met milieu bezig zijn, en ik denk echt niet dat het goed komt. En, maar als dan zo Poetin Oekraïne binnenvalt, is dat dan... Heb je dan ook het gevoel van, het kan nu wel heel snel gedaan zijn? Of hoe lang denk je dat we het nog trekken? Dat is heel vreemd. Ik denk eigenlijk altijd, ja, typisch. als er iets slechts gebeurt, denk ik van, ik had het wel gedacht. Ja. Zo slecht beeld heb ik van de mens. De reactie die de EU gegeven heeft, die had ik inderdaad verwacht.
Ja, wat was dat met dat Eurosongfestival? Van we gaan starten met. Dan denk ik van: heb ik een grap? Ja, Poetin die zit nu met zijn handen in het haar van shit, geen Eurosong. Ja, ja, what the fuck. Ja, dan die Russen die zijn helemaal. Die hebben die trek zich terug, hè? Dus, ja, 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 nu trekken ze. Dat is onwaarschijnlijk. Nee, maar dat is toch ook. Dat is van een hond, hè? Dat, ja, denk ja. Van, ja, dat het kan er niet bij. Nee. En want bij Patrick is dat duidelijk dat hij in virus en in. Wardane dat in de strips terechtkomt. Komt dat jouw wereldbeeld ook op die manier in de strips? Ja, in mijn strips, in mijn cartoons wel. Omdat ik dan altijd de actualiteit op de hak neem. En ik denk vaak dat diegenen die met science fiction bezig zijn en die scenario's schrijven, of gelijk Möbius in de jaren 70, is dat er verdomd kort ja, 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 in welke ja, ja, richtingen. Dus dan denk ik, jullie zien verder, of ja, beter nagedacht dan de wereldleiders. Ja. Nee, ja, ja, veel beter, niet, maar in ieder geval, ja, verder. En dat is het aardige van goede science fiction, is inderdaad dat het een waarschuwing kan zijn, of dat het iets kan aanraken waar we mee bezig zijn. In Möbius is toch de maatschappij opgedeeld in levels, denk ik. En de armste beneden. Ja. Dan heb je die zelfmoordgaanderij waar de mensen van afspringen als ze te veel. Juist. Ja. In het boek Verboden te sterven, dan gaan we ook op die omdat je nu Big Brother aanhaalde, gaan we echt op de perverse tour. Hè. Ja. Dus ook de wereldorde is omzeep, omdat er ongelooflijk veel mensen dood zijn. Dus de maatschappijstructuren zijn, dus die kunnen niet meer houdbaar, zijn niet meer houdbaar. En dan is er zo'n een clandestine omroep, die gaat mensen gewoon ontvoeren, die stikt die in een appartement, waar ze niet meer uit kunnen. En die gaan dan alles gaan filmen met camera's, dat zendt uit. En iedereen zit gewoon voor die tv. Tuurlijk. En ik kan me dat ongelooflijk goed voorstellen, als dat moest gebeuren, dat iedereen daar nog kijkt. Hè. Je hebt zo The Running Man met Schwarzenegger, is dat ook? En ik ben ervan overtuigd dat die eerste uitzendingen gaat iedereen gewoon zo van de kaart zijn van oh, zo walgelijk dat gebeurt. Maar iedereen gaat gewoon blijven kijken. Ja, absoluut. Ja. Dat is gewoon hetgeen wat er gebeurt. Dat denk ik dus ook. Het rare is dat we dat nu al doen met Big Brother of Temptation Island. Dus als het over seks gaat, op zijn over seks gaat het wel al, maar met geweld is dat nog niet. Hoewel, dus wat ik zei. Je wilt gewoon dat die mensen op hun bek gaan. Zo simpel is het. Oh ja, anders is er niks meer. We zijn daar niet al heel hard in China. Is dat in China? Of in Japan dan? Dat is niet hetzelfde, hè? China en Japan. Ja, maar dat is heel anders. Die hebben heel realiteitsprogramma's waar echt de kandidaten, hoe harder dat die afzien, hoe toffer. Ja, dus dat is in China. Kijk naar Squid Game. Squid Game is dat ook, hè? Ja, dat zijn zo van die dingen. Ja, iedereen, dat moest wel op tv zijn, iedereen keek door naar. Ja, als dat echt zou zijn. Ja, absoluut. Iedereen keek door naar. Dus nu het nog kan, nog inspiratie genoeg. Ja, dat wel. Altijd inspiratie genoeg. Goed, ik ga even kijken of er wat dingen had die we het niet over gehad hebben. Voor Patrick kan ik natuurlijk, we hebben het er al een beetje aangehaald, maar het is Kickstarter, mensen moeten het kopen en als het niet gekocht wordt, gaan we niet door. Hoeveel stress heb je elke keer als dat is? Die 3 weken dat die Kickstarter loopt, dat is 3 weken afzien eigenlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, de aanloop ervoor is eigenlijk gezonde stress. Ja. Hè, omdat je bent enthousiast over een nieuw project. Ja. Je wil altijd, als dat dan een goede start is, is dat in het begin euforie. Ja. Dan dacht ik van, het gaat lukken. Als dat stilvalt, begin ik te denken van, shit, ik moet hier iets gaan bedenken, want anders gaat mijn project niet door. Ja. Dus dan is die stress van dingen marketinggewijs, dingen gaan beginnen bedenken om mensen toch te overtuigen om mee te doen. En als dat dan nog niet wilt lukken, begint dat op een gegeven moment echt wel heel zwaar te zijn. Want uiteindelijk, ik ga van Kickstarter naar Kickstarter om mijn volgende project te kunnen verwezenlijken. Ja. En als dat op een gegeven moment niet lukt, dan zal ik mijn strips moeten opgeven gewoon. Omdat opgeven of één of keer een strip om vinden. De 2 jaar eens maken. Ja. Tussen als ik nog eens even tijd heb tussen mijn gewone job door. Ja. Ik heb nu alles op alles gezet om mijn stripcarrière te lanceren. Maar ik kan dat niet blijven proberen natuurlijk. Hè. Nee, dat is... Er zit, ja. Wat we ook merken, ik ken nou niet zoveel van het stripwereldje. En Jens, die zit daar. Maar er is ook wel wat onbegrip
uit de stripwereld naar mensen die via Kickstarter hun strips maken? Er wordt soms wel op neergekeken. En er zijn natuurlijk de happy few die nog bij de grote uitgeverij zitten, die dan effectief wel de plaatprijs krijgen, die dan effectief kunnen leven van de strip. Ja. Maar al de rest, ja, die moet dat tussen de soep en de patatten doen, bij wijze van spreken. Ja. Of eigenlijk cartoonisten gelijk Kim, ja, die kan nog gepubliceerd worden in magazines en kranten. Dus die hebben nog een ander kanaal. Maar ja, die hebben nog een afzet. Mijn stijl leidt dat is totaal niet cartoon gericht. Dus ik moet daar niet aan beginnen. Dus ik heb alleen dit. Ja, vroeger had je aan elke kant ook een stripkatern, hè, waarin, maar dat bestaat bijna niet meer zelfs. Nee. Maar mijn strip zal er ook niet in passen. Moeilijk, nee, dat is wel mijn bladschikking die laat dat gewoon niet. Ja, en ook de inhoud is niet... De inhoud, we kunnen over discussiëren, maar gewoon de bladschikking, ja, dat moet al een volledige pagina gaan publiceren. Dus, ja. Alhoewel, ik heb ze zo toch al zien voorpubliceren in Belang van Limburg. Ah, echt? En die werkt ook met zo'n platen, met twee platen op één pagina. Ja. En dan tot morgen. Ja, dan zag je zo, maandag zag je gewoon schip. herinner ik me nog, met één tekst, omdat ik dacht van, dus dat werkt minder goed. Dat werkt minder goed. Ja, je kunt er twee of drie plaatsen, maar dan wordt het te veel. Want hoe zit dat bij jou? Jij wordt gepubliceerd. Ja, maar dat is ook veel minder als pakweg 15 jaar geleden, hoor. Ja, ja. Toen bestond er P-magazine, toen bestonden nog heel veel tijdschriften en daar. En toen had je nog dat experiment van die uitgevers, van we gaan dat proberen. Ja. Nu probeert niemand meer iets. Nu is het van, dat moet direct goed zijn. Nee. Dat moet direct veel lezers... Er zijn ook veel minder stripwinkels. Ook al. Ja. Dus ja, het aanbod wordt gewoon veel minder. Dus te zeggen, de winkels verminderen, het aanbod van de winkels vergroot. Ja. En het lezerspubliek vermindert. Dus er zijn een aantal bewegingen aan de gang die eigenlijk niet logisch zijn. Nee. Mm-hmm. Ja. Dus de mensen lezen minder, maar er is nog nooit zoveel verschenen. Dus eigenlijk is er iets niet juist in de markt. Ja, de komende mensen, de jongeren, lezen minder strips. Nee. Mijn huis staat vol strips, ik heb een hele muur vol strips. Ik heb drie kinderen die daarnaast staan te kijken. Nee. Of ik zit te tekenen, komt mijn jongste naast me staan en zegt van... we lezen dat niet meer, hoor. Ik denk, dank voor de steun, zoon. Dat is wel belangrijk hoe jij eten hebt. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk wel kinderen die wel lezen. Tuurlijk. Maar ik heb wel gemerkt, als de ouders de strip introduceren, dat ze meestal wel beginnen lezen. Ja, ja. Maar het probleem is dat mijn generatie, of die er net ervoor, erachter... Ja, de jongeren, na jou, de jongere mensen, Dat die meestal gewoon niet meer, zelf ook niet meer lezen. En die kinderen, die staan dan al zo ver af van dat medium, dat die gewoon niet meer in contact komen met de strip. Nee. Ja, maar je kunt kiezen tussen geef ik hem een kikiboe of geef ik een iPad. En dan geef je een iPad blijkbaar. Ja, ja dat is ook zo. Maar dat is een beetje wat aan de hand. En daarom dacht ik ook van... Want ja, Kickstarter is ook een vorm om het internet te gebruiken daarvoor. Maar je hebt ook heel veel mensen die webcomics maken. En dan, ik ken daar niet zoveel van, maar die webcomics maken en die daarna wel nog gepubliceerd worden. Of even wat. Is dat iets waar jullie ook... Webcomics, dat verdient niet helemaal niks. Nee, voilà. Dat is helemaal niks. Ja, ik wou zeggen, want je hebt meer publicatie en mogelijkheden. En bij wijze van spreken ziet iemand in Amerika uw strip even goed. Maar dat zou dan alleen als een soort visitekaartje werken. Goed, we gaan het hier een beetje afsluiten, want het is al 6:30 en de Mechanic Strip sluit om 6:00. Dus we zitten al een half uur in de overtijd. Jens is super kwaad aan het kijken. Zie je hem daar kwaad? Super kwaad. Kijk, zijn er nog mensen hier aanwezig die iets willen vragen? Ik wil nog wel wat vragen. Heb je vroeger Storm en Trigie gelezen? Heb je vroeger Storm, Don Storm, Lawrence? Storm en Trigie, is dat... Trigie niet, Storm wel. Ja. Daarop aan te sluiten, ik zag daarnet beneden, Jens, kijk ik jou aan, een strip van Don Lawrence, van oud werk van hem, voor Trigie en Storm. Carl the Viking. Carl the Viking, ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Ah wel? Of Katie. Zo'n erotische strip. Katie, erotische strip. Ja, dat ken ik wel. Dat is toevallig. Nee, maar Carl the Viking. In Penthouse stond dat. Ja, Carl the Viking is vroeger verschenen door een Nederlander. Ik ken zijn naam niet meer, maar...
pakweg 20 jaar geleden nog uitgebracht. Ah ja, Carl de Viking dus, Don Lawrence van Storm en Trigie. Trigie ook heel gaaf. Ik vind Trigie ook heel cool, omdat dat echt een eigen, ja... Dat, die samenstelling van die wereld en dat Romeinse streep science fiction ding vind ik echt heel, heel cool. Ja, Jens? Ja. Voor Kim dan? Voor Kim? Voor de Ex Libris was dat moeilijk om eigenlijk uw saus, zal ik maar zeggen, te gieten over het personage. Was het moeilijk om jouw saus te gieten over... Ik vertaal het even. Oh ja, ja, sorry, ik moet de vraag herhalen. Mijn saus. Dus ja, jouw saus. Dat klinkt heel... Welke saus? Ja, welke saus? Ja, jouw saus over de Wardane personage. Ja, ik moet daar wel altijd even over nadenken, ja. Omdat ik heb dan de strip gelezen en denk van, hoe kan ik dat erin passen? En hij is moet minder gespierd bij jou dan bij... Oh ja, dat kan. Anders werd hij even groot als de deur. Ja, ik moet het dan naar meer een humoristische context... Enfin, ik moet niks, maar ik trek het dan meer naar een humoristische context. Heb je ooit een serieuze strip geschreven? Nee, dat is heel moeilijk. Wij gaan er altijd meteen... Ik zit meteen grappen nou, bij en dingen, dat project met Hanke Kolk is niet ja, dat wel. Heel veel. Ja. Maar ja, goed, dat maar daar had hij het scenario ja. veel al. Ik heb een paar dingen bedacht, zoals dat mensen wouden. Ja. Maar nee. Nee, het is altijd de humor. Maar nu misschien met die seriemoordenaars. Ja, ja, dat is ja daar kijk ik wel naar uit. Ja. Ja. Dat is op zoek, dat zwarte humor toch. Hè? Dat is alhoewel, toch... ja, maar een goede horror heeft toch ook vaak iets grappig. Dat is zwarte humor, ja. 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 Ik zit naar die Nightmare on Elm Street films, de eerste drie, heb ik zitten kijken. Ja, dat is ook heel grappig, hoor. Of Evil Dead. Of Evil Dead, ja, heel grappig. Ja, ja, absoluut. En dus, ik denk ook dat die combinatie tussen humor en horror vaak werkt, omdat dat een andere ontlading is. Hmm. Dat als je heel in spanning zit, dat het ook leuk is om even te lachen dan. Ja, ja ik vind die combinatie leuk. Ik vond, iedereen kent misschien Jessica Fett nog? Ja, ja. Dat was ook altijd om te lachen. En later ja. begonnen die dan ineens drama erin te verwerken. Je zat te lachen en er gebeurde iets verschrikkelijk. En dan had je zoiets van, haha, dit is niet grappig. En dat doet iets zo aan je... Ja. Ik hou daar wel van dat soort experimenten. Sommige stand-up comedy gebruikt dat ook. Ja. Die, die zetten er niet eens een anekdote en dat je denkt van, wow, ja. dit is zwaar. En dan in één keer... Terug in grap. Dan draait dat om, ja. Ja, dat is fijn. Dat vind ik zo knap gedaan. Hè? Dat is enorm verkeerde been. Hè? Dat is mensen zeggen van, ja, oh, dat is... het wordt een interessant. Oh nee, toch een mop. Ja. Weet dat, je, dat vind ik echt heel knap. Ja, ik hou daar enorm van. Ja, ik hou er ook van. Goed jongens, we gaan het hier ongeveer bij laten. Mensen die hebben geluisterd, moeten natuurlijk de Kickstarter volgen. Dat is gewoon www.kickstarter.com/Wardane2 of zo? Ja, als ze gewoon naar Kickstarter gaan en Wardane intikken, dan komen ze eruit. En dan of kun ze je kunnen ook gewoon op mijn Facebook. Dan kun je de print van Kim vinden, daar ook bij krijgen. En de boek, de Movie Monsters boekjes en alle andere dingen. Alles. Ik vind het een coole strip. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg. Dus we moeten het steunen, anders dan kunnen we het einde niet lezen. Dat is waar. Ja, ik vond het ook heel spannend. Spannend, hè? Ja, ja. Echt waar, hè? Ik zeg dat niet voor de... Ik zeg dat niet voor de... Zoals ik zo op deze stop zeg, de rent die zo weg. Ik vond helemaal niks. Nee, ik vond het echt spannend. Alright. Okay. Bedankt voor de Wekelijkse Strip dat we hier mochten zijn. Bedankt Adam om zo snel alles technisch in elkaar te flansen. Jens, bedankt voor de Cola Zero. Patrick Cornelis, Kim Duchateau, bedankt. Dank u wel. Graag gedaan. Dag.